Ja, hoe was het voor jou gisteravond? Wil je dat echt weten, Bas? Ja, dat wil ik weten. Ja, nou, ik had de wet van Murphy over me heen. Ik rij uit Drachten vandaan, ik moest om 8:00 beginnen in Heerde. We zijn halverwege Heerenveen. Daar barst bij het boterblok van de bus aflarden. ANWB afgesleept naar Heerenveen, daar zou een bus voor me klaarkomen te staan. Konden ze blijkbaar niet regelen, hebben ze me teruggebracht met de ANWB-bus naar Drachten. Toen heeft een vriend van mij, die heeft een Ford geregeld bij Sutterland, een bus. Die kreeg ik mee, wij moeten in Zwolle zijn, rijd ik de hele zijkant uit die bus vandaan. Dus het ging gisteravond fantastisch, als je dat bedoelt. Het zat gewoon allemaal tegen, joh. En weet je, je moest om 8:00 beginnen. Nou, ik was om half wel was ik op de locatie waar ik moest zijn. Mensen hadden alle begrippen voor. Gelukkig was er een DJ, dus die heeft het gat opgevangen. Maar je voelt je gewoon lullig, terwijl je er helemaal niks aan kan doen, joh. En dat is, nou ja, goed. Pech. Zijn je dan nog wel relaxed op het podium? Of heb je dan op dat ogenblik dat je eerst even helemaal tot rust moet komen? Ik ben het podium opgestapt. Ik ben gelijk het feest er maar in. Boom, ik denk, dit moet even. Je kan niks. Ik bedoel, oké, eerst wel gaan rustig gaan zitten, maar dat helpt je ook niks, hè? Nou, gewoon pech, kan gebeuren. Ja, het komt niet vaak voor dat ik te laat ben. Nee, ik zou niet weten wanneer ik te laat ben geweest. Gisteren dus? Ja, goed, gisteren. Maar goed, die mensen die waren super sportief en die zeiden ook van, joh, hier kan je gewoon niks aan doen, is onmacht. En ja, zo gaat dat gewoon. Wat heb jij nou gekregen? Ja, van Bakker van S, hier uit Rode. Volgens mij is dit een Drentse stoet. Weet jij wat het is, William? Drentse Weggen. Ja. Heb je dat gekregen van een fan of zo? Of hoe ze... Nee, die kregen we van Radio NL na afloop van het optreden. Hartstikke tof. Zeer attent. Maar dat zijn ze altijd, en dat weten we.